Ik weet niet of het meegekregen heeft het nieuws, maar anderhalf maand geleden, heeft onze hoofd research eigenlijk aangegeven dat voor het eerst in de geschiedenis er meer wereldwijd met een mobiel aan het zoeken zijn dan op de desktop. En in Nederland wachten we dat ergens volgend jaar. En zo hebben de Google-dames en heren allemaal tips voor de massaal toegestroomde ondernemers die zo'n gratis cursus natuurlijk niet laten lopen. Mijn focus ligt echt op beter te vinden waar zijn in Google. In de digitale wereld valt nog wel een hele wereld te winnen en ik raak wel geïnspireerd, absoluut. En het is niet toevallig dat de mensen achter de grootste zoekmachine ter wereld voor de lancering van hun digitale werkplaats naar Eindhoven komen. Ja, omdat we natuurlijk heel veel ondernemerschap hebben en je ziet ook in de afgelopen 10 jaar zijn we economisch enorm gegroeid. Hè. We hebben 2 keer het landelijk gemiddelde. Dus dit is wel de plek waar je nieuw ondernemerschap echt kunt vinden en ook kunt vormgeven. Animo genoeg. Zo'n 2000 mensen schreven zich in. Nou zijn jullie geen liefdadigheidsinstelling. Dus dan denk ik, waarom doen jullie het? Nou, wij doen het in eerste instantie omdat wij dag in dag uit met ondernemers werken en zien hoe zij online groeien. Maar er zijn nog heel veel die dat niet doen. En wij geloven echt dat er enorme kansen zijn en dat het hartstikke belangrijk is. Maar de Google-producten worden natuurlijk wel onder de aandacht gebracht. Ik ontwerp zelf websites en ik weet gewoon dat je moet Google volgen. Helaas, dat is gewoon een verplichting bijna, want anders dan kom je gewoon niet hoog en dan kom je niet goed gevonden. De belangrijkste tip voor ondernemers? Het allerbelangrijkste vind ik nu nog steeds is, zorg dat het mobiel goed voor elkaar is, je website. Want we zien dat eind volgend jaar, dan zal meer dan de helft van de mensen komen alleen nog maar met een mobiele telefoon online. En als je er dan niet bent met je bedrijf, met een goede mobiele website, dan scheelt je sowieso de helft van de berichtgeving. Vanaf volgend jaar zijn er digitale werkplaatsen in andere steden in Nederland. Waar en wanneer is online te vinden? U weet wel waar.